Hallo allemaal, daar zijn we weer met het 12 Ruiters Sinterklaasjournaal en mijn naam is Jorinde Fransen. Fijn dat jullie allemaal weer kijken. Zwarte Piet heeft het laatste stukje vanuit Engeland naar Nederland gevaren. En jullie zijn echt net op tijd, want volgens mij is er groot nieuws over pakjesboot 12 Ruiter te vertellen. Dat klopt hè? Juf Janneke, waar sta je? Juf Jorinde, ik heb ontzettend goed nieuws te melden. Ik heb hem gevonden. Of Piet heeft ons gevonden. Het is hem in ieder geval gelukt. Hij komt er daar aan. Zwarte Piet. Zwarte Piet, hierheen. Oh, jee. Joepie. Ik zie Juf Janneke. Hé, hey, niet daarheen. Zwarte Piet. Hierheen. Oh, wat ben ik blij. Even kijken of ik alles bij me heb. De bakjes. De pepernoten. En... ja, de gedichten van de juffen en de meesters. En wie weet waar de maan is. Een maan? Hoezo een maan? Weet ik niet. Hoezo? Waarom wil je dat weten? Ja, want dan is het te donker. En dan kan Piet de weg niet meer vinden. Juf Janneke? Juf Janneke? Oh, Piet, Janneke, geen paniek. Ik herhaal, juf, Piet, Janneke, geen paniek. Ik ken een bijzonder slimme juf die haar fijn kan uitleggen hoe dat nou zit met die maan. Laten we snel gaan kijken, schatte patatten. Hallo allemaal, ik ben professor Sterre Moonlight. En ik heb gehoord dat jullie iets willen weten over de maan. Ik ga het jullie haar fijn uitleggen. Hier zie je de zon. Hier is de maan en dit is de aarde. De maan geeft zelf geen licht. Daarvoor heeft hij de zon nodig. De zon schijnt op de maan en de maan weerkaatst het licht naar de aarde. Net als bij een spiegel. De maan draait om de aarde. Als de maan tussen de zon en de aarde instaat, noemen we dat nieuwe maan. De zon schijnt aan de achterkant op de maan. Vanaf de aarde is er bijna geen maan te zien. Zien jullie dat de voorkant van de maan bijna helemaal zwart is? Dat noemen we nieuwe maan. Na een week is de maan tot hier opgeschoven. We noemen dat het eerste kwartier. De zon schijnt voor de helft op de maan. De andere helft is zwart. Vanaf de aarde zien we dus een halfvolle maan. Binnen een week draait de maan dit stuk om de aarde. De zon schijnt nu helemaal op de maan. Vanaf de aarde zien we een volle maan. Binnen een week wordt de maan steeds kleiner. Dit noemen we het derde kwartier. De zon schijnt nu op de andere helft van de maan. In de laatste week wordt de maan weer steeds kleiner, zodat die op een gegeven moment bijna niet meer is te zien. Dit noemen we nieuwe maan. Hoe kun je weten of de maan boller of dunner wordt? Daar is een trucje voor. Je hebt nodig een stokje en die zet je aan de zijkant van de maan. Zo krijg je de D, dat betekent dat de maan dunner wordt. Nu verplaats ik het stokje naar de andere kant van de maan. Ik krijg nu de letter B. Dat betekent dat de maan de komende week boller gaat worden. Kijken jullie de komende week af en toe eens naar boven, dan kun je zelf zien of de maan dunner of boller gaat worden. Nou kinderen, willen jullie vanavond op de uitkijk gaan staan of er een maan is? En wat fijn dat alles dan weer is goed gekomen. Piet is in Nederland, de pakjes zijn veilig, er kan niets meer misgaan. Ik wil jullie een heel fijn Sinterklaasfeest toewensen en tot... wat? Oh? Hallo? Regia? Oh, ja? Er is breaking news, jongens. Oh, wat is... wat? Ja. Gisteravond zijn de vooruitpieten op school geweest. En ze hebben iets laten vallen. Nou, laten we daar maar snel gaan kijken dan. Sirens komt de stoomboot uit Spanje. Weer aan ons. Zwarte Piet ging uit fietsen. Toen klapte zijn band. Toen moest hij gelopen met de fiets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zo voor anderen goede zin. Hoe, dan ben ik zwart als roet. Meen het nou
Jongens en meisjes, kijk allemaal even in je laadje of op de grond of je iets vindt. Want volgens mij is die Piet ontzettend slordig geweest. Oh, en meester Henny en meester Joost en Renato, willen jullie ook even zoeken op de gangen? Bedankt alvast, hè. Dit was het einde van het 12 Ruiters Sinterklaasjournaal voor dit jaar. Ik wil jullie enorm fijn Sinterklaasfeest wensen. Met heel veel pakjes en heel veel gezelligheid. Geniet ervan en tot volgend jaar. Dag! Op een Gangnam Style.